dat nog tot wat interessantere discussies gaan leiden in het kabinet. Kim Jong-un is weer terug op het Noord-Koreaanse politieke toneel. Na wekenlange afwezigheid heeft de leider zich weer vertoond in het openbaar. Het publieke optreden van Kim Jong-un wordt door de Noord-Koreaanse staatstelevisie uitvoerig aangekondigd. De grote leider was op bezoek bij een nieuw wooncomplex en een wetenschappelijk instituut. Er worden alleen foto's getoond van het bezoek. Te zien is een breed lachende Kim die zichzelf op de been houdt met een wandelstok. De staatstelevisie meldt niet wanneer het bezoek plaatsvond. De 31-jarige leider had zich sinds 3 september niet meer in het openbaar vertoond. Hierdoor werd er hevig gespeculeerd over zijn gezondheid en machtspositie. Eind september meldde de staatszender dat Kim ongemakken heeft, maar geeft verder geen details. Deze gezondheidsdetails blijven ook vandaag in de berichtgeving achterwege. Het weer, vaak is het bewolkt in het noordwesten. Het publieke optreden van Kim Jong-un wordt door de Noord-Koreaanse staat... televisie uitvoerig aangekondigd. De grote leider was op bezoek bij een nieuw wooncomplex en een wetenschappelijk instituut. Er worden alleen foto's getoond van het bezoek. Te zien is een breed lachende Kim die zichzelf op de been houdt met een wandelstok. De staatstelevisie meldt niet wanneer het bezoek plaatsvond. De 31-jarige leider had zich sinds 3 september niet meer in het openbaar vertoond. Hierdoor werd er hevig gespeculeerd over zijn gezondheid en machtspositie. Eind september meldde de staatszender dat Kim ongemakken heeft, maar geeft verder geen details. Deze gezondheidsdetails blijven ook vandaag in de berichtgeving achterwege. Het weer, vaak is het bewolkt. In het noordwesten van het land valt soms wat regen.